we hebben er zoveel om ons heen. We hebben 7 luchthavens hier in dit kleine gebied. Dus dan kun je afvragen of daar wel een luchthaven moet zijn. Dan MAA is eigenlijk dan overbodig. We wisten het. De snelweg maakt continu geluid. Het vliegveld maakt enkele minuutjes per dag wat overlast of geluid. En dat is niet noemenswaardig. Omdat het een prestigeproject is waar telkens maar weer nieuw geld in moet en wat telkens nooit rendabel blijkt te zijn en niet levensvatbaar blijkt te zijn, is het een zorgenkind geworden. Maar de verantwoordelijke ouders die zitten op het provinciehuis. Het gaat ons vooral om feiten. Er is heel veel sentiment, wat logisch is. Als je last hebt van de luchthaven, dan heb je daar een bepaalde emotie bij. Maar daar zou de discussie niet om moeten gaan. Het moet of gaan om overlast, maar in ieder geval niet om nepnieuws of negatief sentiment. En wij proberen dat te bestrijden met feiten. Maastricht Aachen Airport bestaat 75 jaar. Al tientallen jaren staan voor- en tegenstanders lijnrecht tegenover elkaar. Tegenstanders klagen over de herrie en de stank van kerosine. Voorstanders zien een fraaie toekomst tegemoet met volop groeimogelijkheden. Die groei is keihard nodig om het vliegveld in Beek rendabel te maken. Maar groei betekent ook meer verzet en protest. Een duivels dilemma. En dus is en blijft Maastricht Aachen Airport het zorgenkindje van Limburg. Waarbij iedere belanghebbende en elke omwonende zijn eigen waarheid kent. Terug naar het prille begin. Het was begin 1945 toen de Amerikanen in Beek een hulpvliegveld bouwden. Vlakbij het slagveld in de oorlog. Dat heette toen Yankee 44. Ja, Yankee 44, dat is op zich wel grappig. Kijk, Yankee 1, dat lag in Normandië. Dat was de eerste plek waar de geallieerden hun vliegvelden aan begonnen te leggen. Maar naarmate het front verder opschoof, kreeg je Yankee 2, Yankee 3, enzovoorts, enzovoorts. Totdat ze hier waren, waren ze bij Yankee 44. Dus het heeft niks met het jaartal te maken, maar gewoon met het nummer van het aantal vliegvelden dat de geallieerden in West-Europa hebben aangelegd. Het hulpvliegveld werd in recordtijd uit de grond gestampt. In januari en februari 1945 was de bouw. Een maand later werd het al in gebruik genomen. Ze hebben het verstandig gedaan, maar op het moment dat de oorlog voorbij was, dat Duitsland gecapituleerd had in mei, hebben ze het vliegveld eigenlijk al heel snel overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten. En die hebben er begin augustus 1945 een burgerluchthaven van gemaakt. En dat is het nog steeds. De Limburgse Aeroclub heeft op het vliegveld Beek in Zuid-Limburg een groot vliegfeest georganiseerd, waarvoor ook van officiële zijde grote belangstelling bestaat. Alle organisaties op luchtvaartgebied verlenen hun medewerking en de lucht davert er van het motorgeronk. Met verschillende types vliegtuigen worden stunts uitgevoerd. In 3/4 eeuw geschiedenis zijn er relatief weinig ongelukken gebeurd. Maar dagelijks staat de brandweer klaar en er wordt volop geoefend. Oefenen is gewoon belangrijk om de mensen scherp te houden. Omdat we gelukkig weinig uitdrukking hebben, maar daar daadwerkelijk wat aan de hand is. En zo kunnen we altijd de mensen scherp houden, zodat we binnen de 3 minuten ter plaatse kunnen zijn. Bij een crash in 1959 kunnen de hulpdiensten weinig meer doen. Een toestel met 4 inzittenden stort neer naast de landingsbaan. 3 personen zijn op slag dood. Het vliegtuig met parachutisten aan boord vertrekt met 1 volle en 1 lege tank aan brandstof. En dan gaat het mis. En mijn vader, en dat moest allemaal snel gebeuren, die vroeg aan een parachutist van: kijk eens even of er benzine is. En toen keek hij links, ja, helemaal vol. Maar hij startte toen met de rechterknop, en dat was de tank, de lege tank. Dus hij is een 70 meter maar omhoog kunnen gaan. En toen kwam die in de lucht, kwamen ze erachter dat er geen benzine meer in zat. En toen is die helemaal zo gedoken, is die met de punt naar beneden helemaal ingestort. Ik kan me herinneren dat als ik het vliegtuig hoorde opstijgen, dan ging ik altijd buiten naar het terras, stak bij de duimen omhoog, jongens, toi, toi, toi. Ik keek ze nog na
En toen zag ik de piloot een hele flauwe bocht maken. Ik denk, wat is dat? En toen met de neus recht naar beneden. Ik dacht, hij trekt nog omhoog, maar er gebeurde niets. En toen schoten ze vanaf de verkeerstoren een rode lichtkogel af. En toen dacht ik, nou is het mis. Net die dame is ooggetuige van de crash. Ze werkte destijds op het vliegveld. Voor Claire Gillis is het een ander verhaal. Haar moeder is hoogzwanger van de omgekomen piloot en ze heeft haar vader nooit gekend. De rampplek ligt pal langs de landingsbaan en is dus afgesloten terrein. Ik kan er nooit bij. Ik moet achter dat hek moet ik dan gaan staan. En dat doet u dan ook? Dat doe ik altijd, ja. Dat doe ik dan ook, ja. En wat denkt u dan? Dan probeer ik mijn fototoestel zo in te zoomen dat ik het plaatje toch nog kan zien. Dat ik toch nog heel even erbij ben. Dus dan ga ik mijn fototoestel inzoomen. En dan voel ik even zo dat ik bij hem ben. Ja, dat ik daar gewoon even ben. Voor hem. Ja. Waarom had het zo moeten zijn? Want Oscar Gillissen was een perfecte piloot. Een hele goede piloot. En Janus Plezier heette eigenlijk Hugo, maar het was altijd Janus Plezier. Het was een ruige vent eigenlijk, maar een hart van goud. En Johan, geloof ik, heette hij, Keuker. Een politieagent uit Maastricht, verkeerspolitie, geloof ik, was hij. Ja, dan gebeurt dat. En dat gaat nooit meer weg. Nee. In 1959 bezoekt de Belgische koning Boudewijn samen met zijn vrouw Fabiola ons land. Een toestel landt op het vliegveld in Beek. Een van de hoogtepunten van het vliegveld is het pausbezoek in de jaren 80 van de vorige eeuw. Duizenden gelovigen staan klaar in Beek voor een heilige mis in de open lucht. En de paus houdt een preek in het Nederlands. Dat de kleine gemeenschap van het gezin deel geeft aan het leven van de grote kerkgemeenschap. Met name door de viering van de sacramenten. En heel in het bijzonder door de deelname aan de zondagse Eucharistieviering. Jarenlang is er gesproken over een extra baan voor Beek, de Oost-Westbaan. Daarmee kan het vliegveld flink groeien in de toekomst. De protesten tegen de nieuwe baan zijn fel en de politiek is verdeeld. Eind 1997 hangt het slechte nieuws al in de lucht. Eerst zien, dan pas geloven. Zo reageren omwonenden van vliegveld Beek op het bericht dat de Raad van State het kabinetsbesluit over de aanleg van de Oost-Westbaan heeft afgekeurd. Het oordeel van de Raad van State lekt er net voor de kerst uit. Volgens tegenstanders van de Oost-Westbaan betekent de uitspraak dat de nieuwe baan er nooit meer zal komen. En in 1998 komen er steeds meer bedenkingen over de haalbaarheid van de luchthaven. Het tij is gekeerd. Ook het provinciebestuur voelt nattigheid. Als het nieuwe kabinet nu geen knopen doorhakt ten aanzien van vliegveld Beek, is het met de luchthaven gedaan. Daar komt de noodkreet van de provincie Limburg op neer. Vandaag liet gouverneur Van Voorst tot Voorst er geen misverstand over bestaan. Limburg wenst niet langer aan het lijntje te worden gehouden door de Haagse politiek. We hebben al eerder gezegd dat wij niet aansprakelijk willen zijn voor de financiële gevolgen van of geen besluiten of slechte besluiten van het Rijk.
Als het Rijk slecht besluit of niet besluit, dan moet ook het Rijk voor de gevolgen daarvan opdraaien. En dat zeggen we nu nog een keer in alle helderheid in deze fase van de formatie. Wij zijn voor een rendabel vliegveld, zo ingepast dat zo weinig mogelijk mensen er geluidhinder van ondervinden. En ja, u weet, dat is nu eenmaal met een Oost-Westbaan. En diezelfde provincie gooit dan 5 maanden later de handdoek in de ring. Na een kwart eeuw valt het doek voor de baan die nooit kwam. Dieptepunt denk ik toch dat die Oost-Westbaan niet is doorgegaan. Dat voor de meeste mensen die hier dus al langer werken, dat toch wel een dingetje is geweest wat erg ingegrepen heeft in het idee dat wij echt wel een grotere luchthaven gingen worden met verre bestemmingen. En dat werd destijds, midden jaren 80 is dat afgekapt. Ik denk dat dat wel een van de grootste dieptepunten is geweest. Wat voor de een een dieptepunt is, is voor de ander een hoogtepunt in de geschiedenis van Maastricht AG Airport. We hebben ontzettend veel bereikt. We zijn luis in de pels geweest. Ik heb ooit tegen een van de ministers gezegd, ik weet niet wie het was, het is schandalig dat wij als burger jullie moeten controleren en dat jullie telkens weer in de fout gaan en dat wij jullie moeten corrigeren. En in de tijd dat je nog voor niks kon procederen, was het natuurlijk nog makkelijker. Want als voorbeeld, we hebben de Oost-Westbaan bestreden, daar hebben we 18 jaar over gedaan, 168 rechtszaken gevoerd en uiteindelijk is hij niet doorgegaan. We hebben toen in 1998 de Oost-Westbaan afgeblazen is, toen is er eens even over gedacht van, nou kunnen we er eigenlijk mee stoppen. En toen hebben ze alles op een rijtje gezet en gezegd, nee, we kunnen dan wel moedeloos zijn en nu kunnen we even een pas op de plaats maken. Maar we hebben een monumentje onthuld, daar de tekst van Toon Hermans opgeplaatst. Die heeft ons een keer een telegram gestuurd en daar stond even uit mijn hoofd op. Ik ben geen boze moeder, ik ben een boze vader. Ik hou van heel veel lawaai, maar dan met een koperen tuba op mijn dak met carnaval, maar zeer zeker geen bulderbaan. En dat hebben we op dat monumentje geschreven en daarnaast staat en de boze moeders blijven alert. En dat hebben we ook gedaan. We zijn hier bij Hoeve de Gulden Toren. Heeft mijn opa aangekocht einde van de Tweede Wereldoorlog. Nadat hij met zijn schapen vanaf de Kirnsheide moest verkassen naar een nieuwe locatie met veel gras. Dat was hier het plateau. Mijn ouders wonen tussen de landingsbaan en de A2. In de voortuin de A2 en op 200 meter achter het woonhuis ligt de landingsbaan. We wisten het. De snelweg maakt continu geluid. Het vliegveld maakt enkele minuutjes per dag wat overlast of geluid. En dat is niet noemenswaardig. U heeft meer last van de weg dan van het vliegverkeer? Als je het zo wil noemen, ja. Op zich is er niks mee om hier te wonen. Laat ik het zo zeggen. Ik heb het hier ook ontzettend naar mijn zin gehad, 30 jaar lang. Dat heeft vooral te maken met de overlast. De overlast die in het verleden eigenlijk laten we zeggen, binnen de perken bleef. Maar de laatste 3 jaar is dat uit de hand aan het lopen. Er komt veel zwaar verkeer en dat levert heel veel overlast op. Beiden wonen dus op een steenworp afstand van de landingsbaan. En ze merken dat het vliegveld vrijwel wekelijks in het nieuws komt. Nou, wat ik wel frappant vind, als je een slecht bericht leest in de krant, dan kun je je klok op gelijk zetten. Binnen 2 dagen komt er een goed bericht, een positief nieuws over het vliegveld in de krant. En dat vind ik een beetje frappant. En als ik dan hoor dat er gesjoemeld wordt en gesteggeld wordt over het aantal werkenden, al dan niet gerelateerd aan het vliegveld. De een zegt 1500, de ander zegt 3000. Dan denk ik, jongens, ben toch gewoon transparant. Het zijn allemaal onze belastingcenten. Als je buiten bent, dan voel je soms je borstkas trillen van de luchtverplaatsing die het met zich meebrengt. En ik zal u vertellen, 100 en geluid boven de 100 decibel, dat is gehoorschade. Ik moet daar echt de oren dicht houden als een vliegtuig hier vandaag gaat starten. Rond de eeuwwisseling krijgt het vliegveld te maken met een Russische Antonov. Dat landt in Beek en door allerlei problemen jarenlang in de ketting ligt. Van Papa Alpha 820 Foxtrot, good morning. Backtrack runway 04. Het op 1 na grootste vrachtvliegtuig ter wereld staat vandaag dan toch eindelijk op het vertrekschema van Maastricht Aachen Airport. Het laatste conflictpunt met de Rijksluchtvaartdienst over de dubbele registratie van de Antonov werd gisteren door de rechtbank in Maastricht uit de wereld geholpen. Om 10 uur mocht het Oekraïense vliegtuig vertrekken. De afgelopen weken is de Antonov helemaal opgeknapt. Toch blijft het een speciale vlucht, want het toestel heeft 3,5 jaar stilgestaan.
Om 9:45 vertrok de Antonov dan eindelijk naar Kiev. Daar wordt hij de komende maanden verder opgeknapt. Een ander toestel dat veel indruk maakt is de komst van de Iver. Dat passagierstoestel maakte furore bijna een eeuw geleden. Het is een vliegtuig dat aan het begin heeft gestaan van de revolutie in de luchtvaart. In 1934 was het modernste vliegtuig dat er bestond. Heel comfortabel, heel veilig, heel betrouwbaar. En dit vliegtuig, zoals de Boeing 747 zoals nu gebouwd zijn, zo is de Iver ook gebouwd. En dat was het eerste vliegtuig dat op die manier gebouwd was. Dus het is voor ons als museum heel belangrijk om dat vliegtuig te behouden. Iedereen kon vanmiddag een stukje van de Iver kopen. In totaal moet op die manier 1,5 miljoen gulden bij elkaar gebracht worden. Het bedrag wat nodig is om de Iver in Nederland te houden. De belangstelling op vliegveld Beek was vanmiddag groot. Dat is nostalgie, ja. En dat is nostalgie waar je ook naar op zoek bent in het doen van je hobby. Oude vliegtuigen interesseren me veel meer als die plastic vliegtuigen vertegenwoordig. Dus hoe meer een vliegtuig bromt, hoe beter het is voor je gemoed. Leo Remmel is al tientallen jaren spotter op het vliegveld. Alles wat er maar een beetje toe doet, heeft hij vastgelegd met zijn camera. Zijn archief bestaat uit vele duizenden foto's. Hij droomde er ooit van om piloot te worden, maar werd uiteindelijk spotter. Een hobby die een vervlogen droom nog altijd waar moet maken. Hè? U had piloot willen worden? Ja. Ja. Dat is nooit gelukt? Dat is niet gelukt. Wat is voor u mooier, het landen of het opstijgen? Het opstijgen, denk ik. Want? De kracht die die motoren hebben, met daarbij de stilte van het geluid, dat maakt dat het een dusdanige geweldexplosie is, dat je je afvraagt dat die kisten inderdaad goed de lucht inkomen. U heeft het over de stilte van het geluid, terwijl omwonenden klagen over de herrie van het geluid. Nee, daar kan ik niet over klagen. Nee, want de tegenwoordige kisten zijn zo geluidsarm dat je echt niet meer kunt praten van de geluidsoverlast. In Beek landen regelmatig vrachttoestellen uit Afrika. In een van die vliegtuigen wordt in 2003 een lichaam gevonden van een jonge, onbekende vluchteling. De onbekende Tanzaniaanse verstekeling die begin april in Beek dood werd aangetroffen in een wielkast van een vrachtvliegtuig, heeft nu een naam. Op 11 april werd in Beek een jonge man begraven waarvan werd aangenomen dat hij uit Tanzania kwam. Hij was doodgevroren in een wielkast van een vrachtvliegtuig dat vis had vervoerd van Mwanza in Tanzania naar Maastricht-Aachen Airport. Een van de vele arme sloepers die op allerlei manieren proberen een betere toekomst te vinden in Europa. Deze reis eindigde op een kerkhof in Beek. Twee Vandaag verslaggever Frank Herfs ging in Tanzania op zoek naar de identiteit van de man. Hij begon bij straatjongens in de vissersplaats Igombe en daar had hij snel succes. Het zou gaan om Hamisi Ismaili. Hij had zijn dorp verlaten, leefde op straat en had in januari een baantje gevonden als lader en losser op de luchthaven. Vanwaar hij als verstekeling Europa probeerde te bereiken. Zijn familie miste hem pas toen hij niet kwam opdagen op de begrafenis van zijn vader. Enkele jaren later brengt de Amerikaanse president George Bush een bezoek aan Zuid-Limburg. Hij gaat dan onder meer naar het oorlogskerkhof in Margraten. De veiligheidsmaatregelen zijn enorm. En hier ziet u beelden van de landing in Beek, Maastricht-Aken Airport. Het enorme toestel heeft onder meer een conferentiezaal en een communicatiecentrum met 85 telefoonlijnen aan boord. De Boeing 747 was eigenlijk te zwaar om in Beek te kunnen landen en daarom is een deel van de lading achtergebleven in Letland. De Air Force One vloot bestaat uit 2 toestellen en het is altijd onduidelijk in welk vliegtuig de president van Amerika nu eigenlijk zit.
Wel, hij stapt uit het tweede toestel. Er zijn dus twee identieke toestellen, Air Force One 1 en 2. Het eerste toestel landde een 20 minuten voor het toestel waar de president in zat. Dat heeft te maken natuurlijk met de grote groep mensen die meekomen met zo'n president. Een hele staf komt mee, maar ook een hoop journalisten, in totaal een paar honderd mensen. En daar heb je natuurlijk wat ruimte voor nodig. Bovendien heeft het ook te maken met veiligheidsmaatregelen. Het is natuurlijk ook de bedoeling om mogelijke mensen, mogelijke terroristen bijvoorbeeld, in verwarring te brengen. Want ook zij weten natuurlijk niet in welk toestel de Amerikaanse president zit. De strijd tussen voor- en tegenstanders van het vliegveld verdwijnt van de voorpagina's van de kranten. Maar de laatste jaren verandert dat. Omwonenden ervaren meer overlast. Dat geldt ook voor het toerisme in het Heuvelland. Genieten van de zon? Ja? Staan jullie goed? Nou, het probleem is eigenlijk pas de laatste jaren toegenomen. Daarvoor zagen wij het niet als een probleem. Wij zien de laatste jaren dat het aantal vluchten enorm is toegenomen. En wij merken ook dat onze gasten dat ook steeds, daar steeds meer over gaan klagen. En we hebben ook gasten meegemaakt die zeggen we vertrekken eerder. We komen helaas niet meer terug. Hoe mooi de camping is, hoe mooi de omgeving is. Maar voor ons is dit niet de rust die wij zoeken in Zuid-Limburg. En dat horen we steeds meer. En dat hoorden wij in het verleden. We hebben er eigenlijk nooit last van gehad. Dat is echt iets van de laatste jaren. Inmiddels is er ook een actiegroep voor het vliegveld opgericht. We Love Maastricht AG Airport. Die vooral op social media actief is. De actiegroep verzet zich tegen nepnieuws dat door de tegenstanders zou worden verspreid. Dus ze hebben wel degelijk punten. En het is ook goed dat ze er zijn, denk ik. Want als je alleen maar voorstanders hebt, zoals ik, dat is ook niet goed. Je moet een balans hebben in de discussie. Maar het moet over feiten gaan en niet over nepnieuws. Als je zieltjes vindt door nepnieuws, daar schiet uiteindelijk niemand iets mee op, denk ik. Maar het is wel een hard verwijt naar de actiegroepen. Is het ook. Dat heb ik ze ook persoonlijk gemaakt en dat weten ze ook wel. Alleen, daar win je gewoon zieltjes mee. Ze hebben onlangs 19.000 handtekeningen binnengehaald op basis van een aantal grove leugens. Welke leugens? Het werkt wel. Nou, over de nachtvluchten die hier zouden komen, die waren al lang afgeschoten. Is ook nooit gezegd door de directeur van de luchthaven. Gevaren voor Gemelot, dat is allemaal gebaseerd op een burgermanifest en niet op gedegen rapporten. 21.000 toeristenbanen die zouden verdwijnen dankzij MAA, waar nooit sprake van geweest is. Ja, het is heel indringend, het geluid. U overdrijft niet? Nee, ik overdrijf niet, nee, want ik krijg niet voor niks al die klachten. En als het mee zou vallen, zouden gasten wel hier blijven en hun vakantie niet ervoor opofferen. Maar als mensen eerder vertrekken, dan geef je wel echt een heel duidelijk teken af van dit is niet voor ons de rust die wij zoeken in Zuid-Limburg. Omstanders zeggen, dan moet je daar niet gaan wonen. Maar ik ben hier 71 jaar geleden geboren. Ik bedoel, dan mag je toch wel iets van je laten horen. Ja, we zijn niet flauw, hè? Nee. Die grote vrachtvliegtuigen die zo immens het lawaai maken, dat is gewoon niet te doen. En we hebben hier 600 mensen hier in de omgeving wonen. Nou, die hebben daar vreselijk veel last van. En daar wordt niet naar gekeken. We hebben altijd in harmonie met de luchthaven geleefd. Geen enkel probleem. Echter, dat er nu dingen, praktijken gebeuren die gewoon met toegeknepen oogjes toegelaten worden. En we vallen een beetje tussen wal en schip, want het is grondlawaai, het is taxiën, dus het valt niet onder luchtvaartlawaai. Om dat nu zomaar op te geven en te zeggen wij gaan verhuizen, ons prachtig huis midden in de natuur opgeven voor de kunstjes van MAA, nu voorlopig nog zeker niet. Na 75 jaar is de toekomst van het vliegveld volop onderwerp van discussie en onderzoek. Want binnenkort wordt een nieuwe vergunning aangevraagd. Oud-staatssecretaris Pieter van Geel moet in dat traject proberen voor- en tegenstanders op één lijn te krijgen. Sluiting van het vliegveld wordt niet onderzocht, maar blijft wel een optie. Als nou blijkt uit het onderzoek dat het nul kans is, dat het finale onzin is, dan ga ik natuurlijk niet opschrijven dat het dan een goed verhaal is om het open te houden. Maar dat is niet mijn opdracht. De opdracht is om te kijken naar welke mogelijkheden zijn er voor ontwikkeling. We willen in heel Nederland naar minder hinder en dat ziet niet alleen op geluid, maar dat ziet ook op gezondheid van mensen. Het heeft te maken met fijnstof, met ultrafijnstof. Als het gaat om het geluid probeer ik ook echt wat er in de modellen staat in overeenstemming te laten komen met wat mensen zelf ervaren aan geluid. Dus alles is erop gericht om die hinder te verminderen. Maar u zegt groei alleen maar mogelijk als je minder herrie veroorzaakt en minder belastend bent voor het milieu.
Zeker, daar hebben we strakke afspraken voor staan in het de luchtvaartnota. Geen groei als er niet minder hinder tegenover staat. En dat geldt ook hier in Maastricht? Dat geldt voor heel Nederland nu, ja. Op het vliegveld in Beek werken 200 mensen, de meeste al tientallen jaren. Ze zijn alle negatieve berichtgeving in de media een beetje beu. Nou, ik zeg wel eens, wat vandaag in de krant staat, pakt morgen de vis mee in. Ik weet niet of je die uitdrukking kent, maar als je iets meer weet van de achtergronden en vaak zaken die wat er spelen, vind ik dat in de krant niet altijd erg even objectief gebracht wordt, zoals wij het in elk geval ervaren. Ik vind er toch meer, vaak een negatieve ondertoon in zitten. En dat vind ik wel eens jammer. En ik mis dan wel eens een stukje objectiviteit. Ik lees het wel, maar ik neem het wel met een korreltje zout. Het hoort erbij eigenlijk. Maar u zegt met een korreltje zout, dus het klopt niet wat er staat? Het wordt vaak wel overdreven, ja, natuurlijk. Maar het is maar vaak een handjevol mensen die er tegen zijn. Nou ja, tegenover degenen die wel voor de luchthaven zijn, die belangrijk vinden om de luchthaven te hebben. Daarvoor doe ik het. Alleen die hoor je bijna niet, hè? Nee, helaas niet. Die zijn hard aan het werk. We zijn hier geen nummer. We worden hier echt persoonlijk door de mensen welkom geheten. We maken een praatje. We kunnen dialect spreken. Is ook heel belangrijk voor heel veel mensen. En de Maastricht-Aken Airport of Luchthaven Beek, zoals het nog bij heel veel mensen leeft. Dat is toch een heel belangrijk item hier in de regio, waar heel veel mensen ook heel erg trots op zijn. Ja. En ja, het is een familie eigenlijk. Het is echt een stuk van mijn leven. En ik denk niet dat ik dan alleen maar voor mezelf spreek, maar voor heel veel mensen die hier werken. Contact 2995 2975 8037 tot ziens.